Yo guys, Clash hier, met vandaag een nieuwe video. En vandaag gaan we verder met de Outlast 2. Het is alweer de 10e aflevering. Ik heb er heel veel zin in. En als je er ook heel veel zin in hebt, blijf dan gewoon kijken. Wat een kut voice crack was dat. Dat was echt zo'n dikke fucking voice crack. Maar we gaan gewoon verder. Return to game. En de vorige keer zijn we in een kast geëindigd. Met een blijkbaar een mooie jas of zo. Een mooie badjas, nice. We gaan er gewoon uit. En daar is Sibre. Voilà, nieuwe Sibre. Dat is een goed idee, we gaan die gewoon nieuwe Sibre noemen. Fucking nice. Oh, what the fuck. Doe fucking normaal. Ja, YOLO waterpool, hè, vriend. Je schiet mis, dikzak. Oké, okay, nice. Oh, wacht, nou waar moet ik? Fuck. Oh. Hallo. Ah, wauw. Hoezo ben ik instant dood? What the fuck, waar slaagt dat op? Ik had de dikste stress ooit. Oké, okay, merci voor de batterie, dikzak! Oh, sorry, dat was weer een voice crack. Fuck voice cracks! Ah, wauw, ben ik nou weer al verkeerd aan het lopen? Oh. Hallo. Maar, jongen. Ah, mis. Maar straks ziet hem toch weer raak waarschijnlijk. Oké, okay, waar zit hem, jong? Oh, daar. Dikzak. Nee, ik heb me niet gezien. Ah, jongen, zeg. Hoeveel keer ga ik nog tegen die in draad vliegen? Ah, jongen, godverdomme. Hoeveel keer ga ik nog tegen die in draad vliegen? Zeg ik juist. Ah, jongens. Kom niet naar hier, alsjeblieft. Ah, godverdomme. Stop er met tegen te lopen, ook al doe ik dat. Oké. Okay. Ik ben er voorbij of zo. Duurde wel een tijd. Oh. Doei. Misschien moet ik wel even healen. Ja, nooit healen omdat ik twee keer tegen in de draad was gelopen. Ja, sorry, zo debiel ben ik nu eenmaal. Kijk nou eens in hun broekzak, joh. Ja, dat weten we ondertussen al. Uh-oh, saving. Dat is niet goed. Ja, ja, dat gaat er nooit eens afvallen. Tuurlijk. Kijk, hè, 3, 2, 1, joh. Uh-oh. Loop maar snel door. Ik moet wel zeggen dat hij echt... Maar die kan teleporteren of zo, die Mongol. Oh, hallo. Maar eerlijk, want die komt van eens. Hey, dikzak, stop met mijn been te eten. Hey, joh, zich. Niet normaal, hè? Kunnen ze al eens, zich. Oh, joh. Wee-hoo. Auw, jongen, domme kutcactus. Is het wel de sniperspot of zo? Oké. Dankjewel. Ha, jongen, zeg. Nee, jongen, rot op. Zeg, ik kan je niet clean maken, jongen. Wat ga doen? Je ziet er fucking vies uit, jongen. Dikzak. Als ik tegen nog een rot cactus loop, hè? Ah ja, naar beneden gaan, tuurlijk. Ah ja, recht in de draad. Ja, heel slim. We have you. It's okay. We have you. Oh, well. The gospel isn't done yet. Your own resurrection. Ah, yes. Complete your gospel.
What the fuck? Eerlijk, hoeveel keer ben ik tegen een prikkeldraad gelopen in deze video? Te veel. De titel van de video gaat gewoon zijn prikkeldraad. Gewoon zo. Trouwens, mooie cutscene. Moet ik niks doen. Oké, kijk dat er niemand achter mij is, want ik ben alleen thuis. Ah ja, wacht. De facecam zal eruit tijdens cutscenes. Haha. Own you, bitch. Ah, dan ben ik alleen begraven. Crazy motherfuckers. Oké, dat was de game, jongens. Het is een heel leuke game. Ja, hier ga ik de Outlast 2 video eindigen. Ja, nee. Stel je voor dat het spel hier eindigt. Stel je voor dat het hier echt eindigt. Ah nee, oké, okay, dacht al. Ik dacht even serieus dat het spel hier ging eindigen. Ja, dat gaat niet helpen, hè, vriend. De grond gaat niet antwoorden als je op dat ding klopt. Oké. Okay. Maar ja, dat was ook niet diep gegraven, hè. En als ze nou, nog eens achter mij pleuren, of hè? Repeat and repeat. Nou, waar moet ik? Oh, amai. Dat is wel gegund. Dat is gegund. Je kunt veel zeggen wat dat is gunnen. Ja, oké. Okay, dit is maar een briefje. Oké, okay, laten we even kijken naar waar we moeten. We gaan waarschijnlijk weer door Shrek achteraan gezeten worden, maar ja. Oké, okay, hier kan ik dus niet opklimmen. Kan mijn manneke niet? Nee, die kan ik schot verdoemen. Ik hoop niet dat er te veel prikkeldraad is. Mijn manneke is niet zo goed met prikkeldraad. Oké, okay, eigenlijk was dat mijn schuld dat hij er de hele tijd tegen liep, maar ik loop iets te openbaar hier. Oh, hallo. Hallo, hallo. Durf mijn voet vast te pakken, hè. Ah, nieuw level. Kijk, zie je? Voilà. Auw, kan dat nu weer? Ah, er zit er een achter mij. Hey, zeg. Doe eens normaal. Kom, het zal eens een foto van een brief trekken, zeg. Eerst, voilà, mijn vink toch. Ja. Oh, fuck you world. Ja, inderdaad. Godverdomme. Oei, wie hangt daar, hè? Wel, film dan maar, vriend. Oei, 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 jongens. Wie er gaan nou weer? Ah, hier kan ik wel op klimmen, zo, vriend. Hopelijk dat er geen mensen zijn die mijn voeten en armen willen opeten. En ook echt veel tyfus cactussen, hè. Cactussen. Cactussen zijn fucking rot, die geven me jumpscares. Cactussen geven me jumpscares, what the fuck. Oh yes, we moeten terug naar beneden. Dat was sarcastisch. Ja, dat pleurt helemaal naar beneden, zeker? De mine. Dat moet het zijn. Hoe de fuck do I get down there? Ja, via de benedenweg, zeg. Ah ja, ik kan dat niet halen, die jump. Oké, okay, toch wel. Oh nee, niet zoiets. I just need a rope. I just need a rope, ja, net zoals vorige keer met die koe ding dat ik zo'n hele ravijn kon afhandelen of what the fuck ook. Aantrek. Ja, maar ik kan er, ja. Ah, gewoon een rope, moet niet zo ver liggen. Met dat touw dat ik zou vinden, zou ik gewoon mijn eigen hop hangen en niet dat ding fixen. Ja, heel mistig natuurlijk. Hé, hey, zeg Smeagol, blijf eens weg. Ja, al moeder weet, jongens, zeg. Aire. Ha, lifehacks, bitch. Okay.
Kust veilig? Let's go. Pium, 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 pium. Ah, hier is Hangman. Oh, die zijn touw natuurlijk. Maar hoe kom ik hierop? Oh, hallo. Oké. Okay. Ik had helemaal niet bij nagedacht om die zijn touw te pakken. Ja, hoe ga jij dat door doen? Maar wat voor sterke. Jij kunt een tak lostrekken van een boom, maar is fucking tegen zo'n psycho slaan, dat kun je niet, of wat? Godverdomme. De logica aan dit spel, jongens. Dan kan die lollekert weer achter mij zitten, zeg. Hé, hey, nee. Oh, zeg, dikzak. Wacht. Hou. Ja, merci. Hé, hey, oei, hallo. Maar zeg, waar jij kapitein? Au, jongens, stop met mij te slagen, dikzak. Au. Nu zal ik goed lopen. Au, jongen. Het is tijd om aan uw conditie te werken, doe je niet? Au. What the fuck gebeurt er allemaal juist? Ja, nu zijn ik dood, hè. Nee, ze gaat Shrek met zijn pijl en boog was ze weer. Godverdomme. Die zijn het al gepakt? Ah ja, oké. Okay. Oh, dikzak. Pleeg zelfmoord already. Met je slechte aim. Kijk, en nu ga ik voor karma geraakt worden. Oh, oh. But I'm not a rapper. Ja, nu zal ik goed doorlopen, zijn vriend. Oké, okay, en nu zit er ineens niemand achter mij aan. Oh. Zeg, zo snel, heb ik hier al gezegd dat je dat touw eraan wil doen. Jongen, hangt u eigen gewoon op. Oké, okay, nee, misschien zou ik toch wel naar beneden gaan. Don't touch me! I said get your hands off me! Touch the scus with out of you! Hey! Hey! No! Look, I can't! Yep. Wat? Smijt niet elkaar er nu af? Ah, die mogen elkaar precies niet zo. Shrek is dood. Shrek is dood. Yes. Fuck you, Shrek. Fuck you, je wordt helemaal niet cool. Ja, hier is de dikzak. Ah, je bent dood, bitch. Je bent dood. Kijk, ik moet wel zeggen dat Shrek echt heel debiel is dood gegaan. Ah, eindelijk, fucking hell. Ik vond het echt zo irritant dat met iemand mijn pijl en bol achter me aan zet. Echt rot op, gast. Tot nooit meer, kuthond. Bitch! Ik heb het gevoel dat ik weer terug in een... Kijk, ik doe dat open en ik zit in een schoolding. Ja, wauw. Play zelfmoord. Ah, jongens, zeg. Hey, FPS, doe normaal. Wat was dat? Ik hoorde iemand lopen. The fuck. Ik ga ook gewoon meelopen, joh, zeg. Oké. Okay. Oh, haalt ik dit toch verschrikkelijk. Geen idee dat ik naar hier moet. Ah ja, precies wel. Zeg alsjeblieft dat ik niet naar binnen moet. Ik heb geen zin om naar binnen te gaan. Hoe fucking typisch. Is dat ene vage monster weer achter mij aan zitten? Tuurlijk. Fucking hell. Waarom niet? Ah, jongens, zeg. Kut monster, echt fucking eng. Ik vind deze echt niet leuk. Deze is echt fuck. Nope. Oh, ja, ga je terug naar buiten, zak? Ah, toch niet. Uh-oh, dat is het monster. Het niet zo vriendelijke monster. Uh-oh. Auw.
Haha, life hacks, bitch. Woo. Waar moet ik? Nou, waar moet ik? Geen idee. Mag ik ergens zelf moet playen of zo? Ik vind het spel niet leuk. Het is hier wel leuk, buiten in de sneeuw. Hey, hallo, welkom bij Bowersfield. Waar moet de fuck moet ik heen? Ja, er is maar één fucking optie op. Ik zit hier al twijfelend in de rondloop. Ik zie het echt niet naar waar ik moet. Oké, het is misschien een beetje stom, maar ik heb opgezocht hoe het fucking moest. Want ja, ik vond het niet. Dus ik was heel dicht. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ga gereefd worden. Komt er nog een priester toevallig of zo? Dan zijn we helemaal volledig. Ah, godverdamme. Ah, oké. Dat is duidelijk naar waar ik moet. Oh, andere kant. Andere kant. Baby whoop, baby whoop, boobap, boobap, boobapie. Oh, what the fuck doe ik? Ah, de keuken, sieren. Ah, oei, godverdomme. Gaat niet. Hé, hey, wel bandage. Ah, oei. Open. Ik wil wel weten wie die gast is die me aan het haten is. Kerel, ik ben ook maar een YouTuber die video's wil maken. Echt rot op als ik weer al niet vind hoe ik fucking verder moet. Are you kidding me? Ah, ik haat de school zo verschrikkelijk hard. Hè? Dat wil je echt niet weten. Heb ik al een foto getrokken van het briefje of niet? Ah, zeg, stop je me. Nee, precies, gaat verdamme. Hallo. Jessica, come here. Jess. Hey. Quick. Hey, hallo. Ah, what the fuck? Jessica, can you hear me? Ja, hey, klein kutkind, zijn al kwijt, hè. Thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Little one, O light of light, keep me this night and shed on me thy presence bright. Kijk, één dikke jump fucking. If thou art near, thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. O God, the sun, look down upon thy little one. This way, hey, a monster. Jess, are you there? Ja, this way, dat is een hoop stenen. Dat is... Oh. Oei, sorry, misschien moet ik dat niet meer lachen. Hè. Ja, dat is fucked up, weet niet. Oké, de Jessica heeft haar eigen opgangen. Oké, dus ik moet naar daar. Maar voor de volgende keer. Maar ik vond het wel leuk om op te nemen. En ik ben blij dat ik een nieuwe oude lesvideo heb. Dingen dat we dichter en dichter tegen het eind komen. Oh, waar is dat mijn voice crack? Mijn stem is ook een beetje kapot. Misschien heb je het wel gehoord, maar oké, boeien. We komen dus dichter, dichter en dichter. Dichter tegen het eind. En ja, als je het leuk vond, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gewoon verder met de oude les 2. En ik zeg ciao.